Je naam nog een keertje graag. Ja, mijn naam is Hella en ik wilde nog even stilstaan. Ik zit ook in groep 2K, zoals een aantal inbrengen ook. Dat het voor mij voor het eerst is dat ik een retraite meemaak met jou, Hans. Mm-hmm. En ik merkte gisteravond dat dat heel nieuw voor me is. Mm-hmm. En dat ik eigenlijk nu pas merk dat ik toch in het voorgaande jaar en in de afgelopen maanden zijnsoriëntatie onbewust, dat wilde ik niet, maar toch denk ik een beetje heb opgevat als een psychologische theorie in eerste plaats. Mm-hmm. En dat ik nu een beetje met schrik en beven mm-hmm. merk mm-hmm. aan mijn hele wezen dat het een metafysische theorie is. Ja. En enerzijds... Verlichting, dat... verlichting. Ik weet niet of het metafysisch is, maar dat weet jij misschien beter. Je bent filosoof, heb ik me laten influisteren. Oh. Verlichting, zover kom ik. Ja. Nou, daar kunnen we dan nog eens over hebben. Maar, yes. Nee. Ja, een verlichte theorie. Nee, het is geen theorie, het is een leer. Ja. Een verlichte leer. Het is een verlichte leer en pad. Ja. En ik denk het is geen filosofie. Nee, en precies dat maakt me duizelen. Het is geen filosofie, het is geen psychologie. Nee. Maar het is iets waar ik me op geen enkele manier op kan bewegen of toe kan verhouden op patronen en manieren die voor mij bekend zijn. En voor mij is dat inderdaad enerzijds cognitief, proberen er concepten van te maken. Ja. En anderzijds via de psyche proberen houvast te zoeken. En het lukt allebei niet. Nee, heel goed gezien. Ja, mooi. En ik vind dat en heel mooi, maar ik merk ook dat zeg maar dit gedeelte van mijzelf vindt het heel mooi. Duizelt je ook, hè? Ja. Maar mijn onderbuik, mijn onbewuste en mijn benen zijn helemaal aan het shaken. Ik vind het ook heel eng. Ik snap het. Hans Knibbe is psycholoog, schrijver, spiritueel leraar en oprichter van de School voor Zijnsoriëntatie. Hij ontwikkelde in de jaren 70 een nieuwe therapeutische benadering als reactie op de door hem ervaren tekortkomingen in de toen gangbare therapieën. Geïnspireerd door de boeddhistische psychologie ontwikkelde hij een benadering waarin zowel de psychologische als spirituele dimensie met elkaar zijn geïntegreerd. Nog door parentificatie. Ik ben een leraar aan de School voor Zijnsoriëntatie, al 25 jaar. En vandaag ben ik met 6 andere leraren bij elkaar gekomen om supervisie te krijgen van Hans over onze begeleidingswerken van studenten. In zijnsoriëntatie op de school volg je workshops in grote groepen en kom je ook bij elkaar in kleinere groepjes die begeleid worden door de leraren. En de leraren die krijgen supervisie over die begeleiding. Dus ik denk dat er zoveel voor te zeggen is om die verlichting van het begin van die vlam te laten opflakkeren. Ja. Zoveel als je kunt. En dan daarbij de skills, de vaardigheden aan te bieden. Zijnsoriëntatie is een, zoals we het nu definiëren, een pad van verlichte levenskunst. Dus het is een pad omdat je je verbindt aan een meerjarig traject. Met een commitment aan de groep, aan de leraar, aan de leer. Je zegt van nou, dit is binnen deze context doe ik mijn ontwikkelingsproces. En daar blijf ik trouw aan. Dus dat is het padaspect. En een verlicht aspect betekent dat het pad gebaseerd is op herkenning van dat we in jou wat al helemaal vrij is en wat onbeschreven is. En wat dus ook een enorme potentie van vrijheid en opening verder in zich biedt. Dat is het verlichte aspect. En levenskunst is dat we niet tevreden zijn met alleen de herkenning daarvan, maar dat je dat verder ook in je leven verder vorm geeft. In je relaties, in je werk, in de manier waarop je voor jezelf zorgt enzovoort. In de retraite ga je veel meemaken. Er komen ervaringen op. En moeilijke ervaringen, mooie ervaringen. En een van de dingen waar je altijd op moet letten is dat je de ervaringen ziet in het licht van leegte, om het zo maar te zeggen. Of het lege aspect van ervaring. Dus een van de dingen die je me vaak zult horen zeggen is van herinner dat het leeg is. Herinner dat het vloeibaar is. Maak het niet zo vast als dat jouw geest vanuit zichzelf dat heel makkelijk zal doen. Want maak je de ervaringen vast, dan wordt het een ervaringsreis die je ook wel wijzer maakt. Dat heeft ook wel heus wel werking. Maar dat is niet de bevrijding. Dat is niet het zicht. Dat is niet verlichting. Verlichting is dat je de openheid van elke ervaring kunt zien. En dat je die
die enorme tendens die we hebben om onszelf vast te zetten en veiligheid te creëren, dat je die weet los te laten op elk moment. En dat gebaar van loslaten is wezenlijker dan de ervaringen die je gaat meemaken. Nou, dat zeg ik dan één keer, maar dat ga ik dan ook honderden keren zeggen, omdat we dat steeds doen. En dat is een beetje het gevaar van elk werk, dat elk werk roept zijn eigen ervaringspanorama op en dan ga je denken dat het over dat ervaringspanorama gaat. Maar dat is het eigenlijk niet. Het is de wennen aan de leegte, wennen aan de openheid, wennen aan het niet grijpen en het vertrouwen krijgen in leegte zelf, dat je aard is en dat die tijdloos is en lichtend is. Dat is het echte werk. Het is niet alleen een voorbeeld van ik lijk op mijn vader of ik lijk op mijn moeder. Het gaat veel dieper dan dat. Je hele manier van oriënteren is doordrongen van de programmatuur die je vanuit huis meeneemt. Dus eigenlijk op elk moment dat ik bij zinnen kom, merk ik dat ik in de programmatuur zit die vanuit huis wordt meegenomen. Waar ik het net over had, dat streven bijvoorbeeld, of dat ambitieuze, of dat niet geloven dat ik om te beginnen een plek onder de zon waard ben of zo. Dat is niet een momentje, dat is een doorgaande onderstroom of een programmatuur of een aannamesysteem wat mijn hele psychologische wezen doordringt. Als je je geest tot rust brengt op een goede manier, dan stap je ook uit de logica van je psyche. En is dat steeds duidelijker voor me geworden, hoezeer we in een mind-made world opereren, het huis van de ouders. En hoe weinig we dat in de gaten hebben. En dat daar precies de mogelijkheden voor ons als menselijke wezens liggen, om dat te ontdekken en daar uit te stappen. Achteraf is dat voor mij wel heel betekenisvol geweest. Als student werd ik steeds beter. Mijn kwaliteiten kwamen naar buiten voor mezelf. Ik werd vrijer en helderder. En ik bleek ook een goede onderzoeksgeest te hebben. En ik weet wel dat Rabbi, was een bekende onderzoeker, die zag wel wat in mij en die zei van, wil jij niet op de universiteit komen werken? Want ik had toen nog niet eens zo door hoe groot die uitnodiging eigenlijk was. Maar ik wist meteen van, nee, dat wil ik niet, want ik wil met mensen werken. En ik wil mensen helpen. Nee, niet eens werken met mensen. Ik wil mensen helpen. Dat kwam tevoorschijn. En dat was helemaal ongemedieerd, spontaan. Misschien is ook net zo verward als al die andere dingen waar ik me tegen afzet. Maar het was wel echt iets wat ik toen zeker wist. Ik ga niet mijn energie besteden om onderzoek in een zekere abstractie te doen naar als A dan B en dan doe je een onderzoek en dan komt dan een heel klein dingetje uit en dan heb je dan je hele levensenergie aan besteed dat je anderhalve dingen hebt bewezen. Dat no way, dat vond ik gewoon. Ik wou mensen helpen. En dat eerlijk gezegd heb ik dat nog steeds, dat ik mensen wil helpen. Ik kan me moeilijk loskoppelen van de wens om het geheel beter te maken. Het geheel, maar dat betreft dan vooral mensen. Ik vind het zonde dat mensen lijden. Sorry. Het is precies zoals ik zei, ik vind het zonde. Het is zo verspilling. En het is gewoon niet nodig.
Ik weet niet, het is een soort... Je moet ter plekke verzinnen waar het vandaan komt. Er is dus niet... Ik voel niet dat er een trigger is of zoiets van... Ik denk daar en dan word ik emotioneel. Het is gewoon precies zoals ik zeg, dat ik begaan ben met het lijden van mensen. Ik kan er niks anders van maken. En ook juist omdat ik zo voel van het is niet nodig. Er is zoveel wat we onszelf aandoen. Ik had het net over het huis van de ouders. En dat is denk ik waar zowel mijn vreugde als mijn lijden zit. Van, mijn vreugde is dat je daar niet in hoeft te zitten. Want dan voel je je echt gelukkig. En mijn lijden is dat ik zie dat ik zelf, maar iedereen zichzelf daar steeds weer in plaatst. En dat dat zoveel lijden geeft en zoveel agressie geeft naar elkaar toe. En dat gaat me aan het hart. En het zou best kunnen dat... Ik denk de laatste tijd ook wel veel over na. Kijk, ik geef alle mijn studenten de opdracht dat ze de loyaliteit aan hunzelf, het lijden in hunzelf en het lijden aan hun ouders, dat ze dat moeten opgeven. Want dat zijn ankers die jou in het huis van de ouders houden. Dus ik ben me zeer van bewust dat je ook door op een primitieve manier, om het zo maar zeggen, loyaal te zijn, jezelf bindt in een stramien wat jouw vrijheid belemmert. En zo ben ik mezelf ook wel aan het bevragen van, is dit nou een begaanheid met het lijden van mijn ouders, wat ik zeker kan zien, met het lijden van in mijn gezin, wat ik ook zeker kan zien, met mijn eigen lijden, wat ik heel makkelijk kan zien. En het zou best kunnen, maar dan moet ik zeggen van dat aan mijn eigen onderzoeksgeest ontsnapt. Ik kan dat niet zo ontdekken. Ik denk eigenlijk dat het ook daar maar voor een gedeelte mee te maken heeft. Dat er voor een gedeelte gewoon deze smart en deze compassie gewoon eigen is aan iedereen. En gewoon een aspect van je vrije aard juist is. Maar ja, je vrije aard heeft dus ook zijn emoties. Ik vind dat dus ook erg. En dat is het hart, denk ik. Dat is de compassie. Dat is het meest eerlijke antwoord wat ik kan geven. Wat het meest klopt voor mij. Gomera is voor mij thuis. Thuis op een andere manier als gewoon gezellig thuis. Maar het is een soort thuis bij mezelf. Thuis in de woeste schoonheid van het land daar. En ik heb het idee dat wat voor anderen misschien zeg maar, de gezelligheid van samen zijn met andere mensen is. Dat is voor mij in Gomera zijn. Met de rotsen, de zee, de lucht en de wind. Het voelt zo thuis. Het is zo... op een rare manier geruststellend naar alle cellen in mij. Van dit klopt, dit is goed. En ik voel me daar in verbinding met die elementen daar op allerlei niveaus. Grof stoffelijk niveau, maar op subtiel niveau ook. Dus het is voor mij, ja, dat is mijn... In zekere zin mijn spirituele thuis. Het is een spirituele thuis. Ik ben daar, ik wandel daar, maar ik studeer ook en ik schrijf ook soms. En het is ook gewoon een heel gewoon onnozel leventje van eieren bakken en kijken, oh de kaas is op, we moeten naar de winkel. Dat is heel gewoon allemaal. Maar tegelijkertijd is het puur natuur, in alle opzichten. En dit werk gaat over de natuurlijke staat. En daar is voor mij een verbinding, dat de eenvoud en directheid en onopgesmuktheid van dat land en hoe ik zelf daar makkelijker kan worden. Die onopgesmuktheid, die natuurlijkheid, dat wat er al is, gewoon in al zijn naaktheid en simpelheid, zichtbaar, aanwezig zijnde. Die natuurlijkheid, dat is ook de aard van je geest en dat is ook waar dit werk over gaat eigenlijk. De gekunsteldheid, het leven in een soort virtuele
geconstrueerde werkelijkheid, wat ons psyche makkelijk doet, loslaten en rusten in de simpelheid, eigenlijk de ruigheid van je wezen. Maar aldoende in de psychotherapie ben ik niet alleen psychotherapie gaan leren. De humanistische psychotherapie van lichaamswerk en gestalt. En al dat soort ervaringsmatig verkennende methodes. Heel openende methodes ook. Dan ben ik ook gaan mediteren. En in het mediteren ben ik ook in contact gekomen met die Oosterse verlichtingspaden. En die hebben iets bij mij aangezet wat eigenlijk me niet meer verlaten heeft. En door die verlichtingspaden ben ik iets gaan begrijpen wat in sommige momenten in psychotherapie ook gebeurt. Dat er een ruimte of een kwaliteit bij mensen vrijkomt die je niet kon verklaren uit de voorafgaande smart of wat ze gedaan hebben. Maar dat er een heelheid al is die in zo'n open moment in psychotherapie ook tevoorschijn kon komen. En dat zelf, diezelfde openheid en heelheid, die trof ik ook in meditatie en in de boeken die ik las, werd dat af en toe ook wakker. En ik had een sterk gevoel dat daar de sleutel ligt. Dat je dat als beginpunt moet nemen van het pad. En zo is zijnsoriëntatie langzamerhand eigenlijk van een soort naar de psyche gericht pad. Is het meer een spiritueel pad geworden. En meer kan ik weglaten. Het is een spiritueel pad geworden. Wat precies die heelheid helemaal in het centrum zet. En ook aan de mensen die het beoefenen zeggen van nou, als je bij ons wil komen, neem dan die heelheid als uitgangspunt. En vanuit daar gaan we ook met je psyche werken. Maar het is een spiritueel pad wat psychologisch intelligent in elkaar zit. Het moeilijkste moment vind ik altijd als ik hier begin met mediteren en Hans vraagt alles los te laten. Want dan kom ik ook bij de dingen die ik liever niet wil zien. Ik heb een lekker actieve psyche, ik houd van het leven en van sport en leuke dingen. En als je dan vraagt om de ervaringen te laten, dan krijgt het ook opeens een andere betekenis. Ik denk van ja, wat is het allemaal, ja, waar ben ik mee bezig, doe ik de dingen wel goed, hoe echt leef ik? En dat is de fase dat het minst prettig is. Karin. Ja, dank je. Ik wil delen dat ik mezelf ongelooflijk in de weg zit. Ik heb het idee dat iedereen vrolijk hier is. Iedereen alles begrijpt wat je zegt. Ik volg veel niet, ja. Voor mijn gevoel. En dan ga ik mezelf in de weg zitten. Aha. Ik begin me te storen aan mezelf. Word geïrriteerd. Ja. Ben boos. Ja. Boos op mezelf. Veel. Ken ik van mezelf. Een van de dingen die voor mij erg belangrijk zijn, is dat hoe vind je nou die heelheid in jezelf? Dat is door waar je bent niet langer als een probleem te benaderen. En niet langer te benaderen als iets waar je vanaf moet. En dat betekent dat als je dus bij mij komt, dan zal ik voor zover in mijn vermogen ligt niet meegaan met die drang die jij aanbrengt in het veld van help me hier vanaf, dit kan ik niet aan, dit doet zo'n zeer, dit is te erg. Ja, dat zijn allemaal dingen die jou juist in die kleinheid houden. Dat brengt je verder van huis. Daarmee mis je het punt van jezelf. Is niet waardig. Niet waardig aan jou. Je bent niet dat wat je geworden bent. En ik ga je zeker niet helpen om af te komen van waar je nu bent. Want waar je ook bent, precies waar je bent, daar is ook je schat. En daar is je heelheid. Dus als je mij voor je neus krijgt, dan wijs ik naar waar je bent. En niet van jou af. Dus dan breng ik je recht met je kont in de ellende. En dan gaan we daar samen zitten. En dan zie je dat je zetel van verlichting is. En het vooral op die of dat wat niet beweegt, maar wat stil en roerloos is. Ik voel nou dat mijn aandacht uh,
in de aarde zit. Mm-hmm. Dat ik daar mijn belangrijkste aandachtspunt heb liggen. Ja, wat er gebeurt in de zaal is dat mensen zich uiteenzetten met een verlichte geest en daarin ontspannen. En, ik kan dat meevoelen als ik hier sta. En ik vind het prachtig. Dus het is heel intiem, het is heel ruim en fijn om dit te doen. Dus ja, het maakt mij gelukkig om hier zo te staan. Die is iets minder dan anderhalf jaar geleden bevallen van een mooi kleinkind voor me. Dus daar geniet ze ook van, maar het gaat sindsdien eigenlijk heel slecht met haar. Met haar? Ja, met mijn dochter. Nou goed, en dat is natuurlijk een situatie die mij raakt. En het raakt mij nu ook zo dat ik af en toe echt... dat is dan... komt het alweer heel erg in de psyche. Voel ik. Dus dat het... dan voel ik me een beetje wankelig worden. Ja. Weet je? Dus dan voel ik gewoon van, oh, de stevige verdwijnt. Ja. Ja, dit is moeilijk, want het raakt me ook snel. Wat ik zelf enorm behulpzaam vind, is dat het een hele die situatie is die mijn psyche eigenlijk heel klein maakt. Hè? Dus ik word geraakt en ik maak mezelf dan klein door de pijn die ik voel, laat ik zo zeggen. De pijn die mijn dochter dan meemaakt. Wat ik zo wonderbaarlijk mooi vind aan dit werk, is dat je vanuit de vrijheid, vanuit de leegte, dezelfde situatie kan beschouwen en dan voel je alsof er overal licht op schijnt. Dus, en die pijn van mijn dochter die wordt niet minder heftig, het wordt zelfs eigenlijk iets helderder hoe zeer ze lijdt. Dat is ook moeilijk om te zien. Dat raakt me hard. Maar tegelijkertijd voel ik me enorm stevig. En op een soort lichtheid ook, dat ik die pijn kan dragen. Ja, en ik kan het niet zo heel goed uitleggen, merk ik. Maar het is aan de andere kant ook een heerlijk krachtig gevoel. Dat kan. En ook een gevoel van liefde stroomt. Ja. Ja. Ik denk dat mijn of onze taak eigenlijk vooral is om te zorgen dat het liefje eerst komt. Dat is een uitspraak van Hans. Hè. Eerst het liefje, dan het werk. En dat is best lastig. Want mensen gaan toch heel snel al aan de slag. Dus eigenlijk meehelpen vertragen en echt tijd nemen om goed afgestemd te zijn. En te landen in... Nou ja, wat we dan hier nu noemen de aarde, de landen in leegte. Dat we die rust erin brengen. Ik denk dat het feit dat je samen bent al een bepaald soort concentratie geeft aan het geheel. Kijk, je kan het ook alleen doen, maar dan kan je wat makkelijker in je gedachten afdwalen. Maar nu doe je het, omdat je met twee bent, ook hardop. Dus iemand is ook getuige van wat je zegt. Dat heeft ook al een bepaalde... geeft dat een bepaalde concentratie, denk ik. Ja, ze kunnen elkaar ook assisteren door elkaar, als het ware, te begeleiden door de stappen van zo'n oefening heen. Famke kwam voorbij lopen na de ochtend. We hadden pauze. En ik vroeg haar of ze even tijd voor me had. En toen zei ze, ja, we hebben afgesproken, Karin, dat het de pauzes... ook pauze voor ons zijn. En er zijn zoveel mensen die dat vragen.
En ik voelde tranen weer opwellen en die kwamen ook. En Famke zei, je kan het, Karin, je kan het zelf. Na de pauze heeft Hans ons, en het voelde alsof hij mij met name aansprak op... dat we moesten ophouden met onszelf klein te maken. En dat ons niet waardig was. En dat we echt nu een breuk moesten maken met dat oude verhaal. En het op moesten pakken nu. En ik voelde me enorm aangesproken. Ik voelde me op dat moment een beetje klein in dat ik dat had laten gebeuren. En het kwam binnen. En vanaf dat moment is het anders gegaan. Ik begon eigenlijk pas psychologisch geïnteresseerd te raken doordat ik een film zag van Freud op televisie. En die man die praatte alleen maar. En op een gegeven moment ging de vrouw waarmee die werkte, die had een hysterische verlamming, die ging lopen. En toen ik dat zag, toen dacht ik, dat wil ik worden, dat wil ik worden. Dus ik had een soort genezersideaal, had ik over dat je mensen kon helpen door met ze te praten. Ja, als ik erop terugkijk, denk ik, het is heel naïef, maar en kinderlijk en idealiserend en weet ik veel wat. Maar wat wel zo is, en dat is bij me gebleven, had ik toen ook, is dat ik de psyche vind ik een van de meest interessante gegevens van ons. He, van hoe onze geest werkt en waar dat allemaal door beïnvloed wordt en hoe je daarmee kunt werken. Ja, daar sta ik mee op en ga ik mee naar bed, bij wijze van spreken. Dat heeft echt mijn passie. Je ziet hier steeds meer rugzakken. Ja, toen dat in Amsterdam, dat de Center heette dat. En er kwamen die Amerikaanse leraren die kwamen over. En die gaven dan bioenergetica en gestalt enzovoort. En al tijdens mijn studie begon ik dat ook daar aan mee te doen. En dat was ook dat was zo openend, zo geestverruimend en gevoelsverruimend. Dat was echt een enorm katalyserende tijd van zelfontdekking. En me buiten de conventionele orde gaan voelen door al die rare dingen die ik deed. Maar het was ook een ideologie van het systeem wat ziekmakend was. En daar moest je vooral niet in enzovoort. En je was dus anders en natuurlijker en beter natuurlijk ook. En dus er zat ook die spanning in naar het normale waar je vooral niet in moest zien te komen. Ik heb me er met... Ik wou zeggen met hart en ziel overgegeven, maar als ik preciezer kijk, dan heb ik eigenlijk altijd ook wel iets bewaard van ja, ik ga wel hash roken, maar niet als ik over 2 dagen met mensen moet werken, want dan dat wil ik niet. En ook niet van ik ga hippie worden, ik geef mijn studie op en ik trek naar India, dat ook niet. Dus ik identificeerde me enerzijds wel met zo helemaal vrij en onconventioneel en... buiten systeem te zijn, maar dat was ik eigenlijk helemaal niet. Ik was tegelijkertijd ook een
Dat was niet alleen angst, maar ook vanuit waardering voor wat ik aan dingen aan het ontwikkelen was. Zoals mijn vak en mijn studie en mijn relaties enzovoort. Was ik ook wel echt geworteld in een maatschappelijke orde. Ja, het was voor mij volkomen nieuw wat daar gebeurde. Van, dan ging je in een bepaalde stresshouding staan en moest je lang volhouden. En op een gegeven moment brak je. En dan kwamen er uit de dieptes van jezelf gevoelens tevoorschijn. Waarvan ik helemaal niet wist waar ze vandaan kwamen. Maar die enorme, verloren delen van mij, maar ook verloren intelligentie van mij, als het ware vrij kwam in die doorbraken. Dus ik vond het buitengewoon indrukwekkend. En die biologetica-leraar bijvoorbeeld, die had ook iets in en bij zich wat noden miste in het gereformeerde milieu. Namelijk, hij had een soort lijfelijkheid, een dierlijke warmte, sappigheid. Joie de vivre bij zich. De seksuele energie, zoals dan Reich dat noemde, Rob Freud en Reich, die was in stroming. Nou, blijf eens bij de sensaties, terwijl je gewoon nieuwsgierig raakt naar leegte in de sensatie. Leegte kunt u niet echt zien. In zo'n retraite wordt aan jou gevraagd eigenlijk om jou vast los te laten. En de heilige huisjes van jou en overal waar je lekker in nestelt en je zeker in voelt, dat zijn eigenlijk allemaal verhullingen van je ware aard in zekere zin. Daarmee doe je jezelf tekort. Dus ik vraag aan iedereen in de retraite om dat waar hij zich veilig in stelt en dat waar hij mee te kunnen scoren, om dat los te laten. Het is geen... En het is dus ook sommige mensen die gebruiken hun intellectuele vermogen en het vergelijken met andere schema's van denken. Zitten op dat niveau en proberen op dat moment dat niveau te begrijpen waar ik het over heb. Maar voor mij is dat niveau van praten, kan ik misschien wel eens in een lezing doen, of we kunnen in een discussieclubje dat doen. Maar ik ben hier bezig om jou te laten vallen en los te laten in de aard van jou. En als je dan met mij gaat uitdagen, intellectueel, hoe zit het, dan mis je het punt. Dus dan ga ik tegen jou zeggen, ja, waarom stel je dan die vraag? En waarom is dat voor jou nu existentieel relevant om deze vraag te stellen? Als je daar contact mee kunt maken, we kunnen het daarover hebben, dan zijn we thuis. Dan heb je goed aan mij. Maar dat zo'n beetje praten om op een intellectueel niveau dingen helder te krijgen, omdat dat hoort bij jouw veiligheidssysteem, dat ga ik dus niet doen. Dus blijf precies hier, jullie geluksvogels. Laat los en wees gelukkig in de natuurlijke staat. Wanneer je gelijkmoedig rust in zijn, zonder iets te onderdrukken of te koesteren, is precies dat wat verschijnt in binnen- of buitenwereld de sleutel.
Longchenpa heeft het vermogen om soms in 2-3 zinnen de hele leer te verwoorden. Het is, voor mij zegt hij hier alles waar het mij om gaat, zegt hij in deze paar zinnen. Dus het, dat je nergens van je plaats moet, wat het vanochtend over geen remedie. Het is eigenlijk, dit is van blijf precies waar je bent. You fortunate one, je geluksvogel heb ik dat vertaald. Het is, als je dit, deze sleutel leert, dan ben je een geluksvogel. Dan heb je de sleutel in de handen van je geluk. Er zijn heel veel mensen die deze sleutel niet krijgen of niet herkennen. Die zijn ongelukkig. Maar als je dit weet, wees precies hier, laat los en wees gelukkig in het leuke staat. Het is heel makkelijk, het is helemaal niet ingewikkeld. Als je dat leert en beoefent, dan ben je een geluksvogel. Nou, daar heb je eigenlijk genoeg aan voor de rest van je leven. Deze twee zinnen, meer heb je eigenlijk niet nodig. Als we hier thuis zo zijn, dan beginnen we met ontbijt. En dat ontbijt eindigt heel vaak pas om 11:30. En dat komt omdat we ontzettend veel bespreken over de school. Soms heb ik het over een bepaalde student waar ik over nadenk. Dan hebben we het weer over hoe bepaalde ontwikkelingen binnen boeddhisme moeten zien. We gaan allebei samen naar leraren, boeddhistische leraren, wat we daarin ervaren. We bespreken ontzettend veel. En het fijne van hier op Tasso zijn is dat er geen druk is, dat er niet geleverd hoeft te worden door ons en dat we daar alle tijd en ruimte voor hebben. Ja, is hij nou zoveel veranderd? Ja, hij is wel veranderd. Hij is steeds meer durven gaan rusten in wie hij altijd al was voor heel veel mensen. Namelijk een spirituele leraar. In het begin, toen ik zijnsoriëntatie deed en de zijnstraining deed, toen vond ik die stilte ook echt heel ingewikkeld en echt bijna een soort vijand. Dus het confronteert je zo hard met wat er allemaal rondgaat. En juist omdat er verder niets is wat aanleiding zou kunnen zijn, wordt in die stilte heel helder wat die geest van zichzelf al doet. En dat is zo'n cadeau, dus de stilte geeft je eigenlijk de gelegenheid om te zien waar je bent. En ook om daarmee te werken. Een retraite roept zoveel eigenlijk parallelprocessen op. Ik denk aan de ene kant kun je duidelijk merken naarmate retraite vordert. Wordt de hele atmosfeer opener, mensen worden zachter, de dingen komen dieper aan. Je hoeft minder te zeggen, er is meer resonantie. Er is ontroering van de spirit zelf, die op een raadselachtige manier door onze defensies heen werkt. En zo'n proces van opening teweeg brengt. En dat zie je gebeuren bij mensen. Het is ook een vorm van ontketening. Dat wil zeggen dat soms ook bepaalde
beheersing van jezelf die je daarvoor had, dat die ook iets losser komt. Dus af en toe dan is er een discipline-issue. In de vierde, vijfde dag moet dat weer aangesproken worden van, oké, wees zo los en zo zacht als je bent. Maar bewaar de discipline. En ik denk ook dat het soms ook ongemakkelijk is om zo bij jezelf te zijn, zo lang bij jezelf en zo, in zo'n open manier bij jezelf. We zijn ook zulke hechties. Dus we willen ook zo graag maar motten in het bekende. Als je steeds maar aan je gevraagd wordt om dat bekende los te laten in de openheid van je geest. Dat vraagt ook echt veel van mensen. Dat is op zich al hard werken eigenlijk, terwijl het eruit ziet alsof ze alleen maar ontspannen. Dus ik denk dat mensen ook bij tijden de ontsnapping zoeken aan die confrontatie daarmee, wat ik ook begrijp. Dat is ook helemaal geen issue, dat mag je ook af en toe wel doen, als je maar anderen niet stoort. En als het een soort cultuurtje gaat worden, dan moet er iets van gezegd worden. En gisteren hadden we de gelegenheid om 's avonds te praten. En het verschil tussen de stilte en tussen welgesprek is zo groot. En natuurlijk wil je trainen en wil je ook oefenen in vrij en open te blijven. En gericht op de leegte terwijl je in gesprek bent en in menselijk contact hebt. Maar het is zo glashelder voelbaar hoe snel je het allemaal weer opbouwt als je in gesprek bent. Als je taal gebruikt. Dus ik ben heel dankbaar voor de stilte. Ik voel ook, we gaan straks weer naar huis. Maar ik ga deze stilte, en de omgeving doet ook zijn werk daarmee. Dat levert ook een bijdrage, maar ik ga dat heel erg missen. Ja, als je contact wil maken, echt met je eigen nature of mind. En dat is waar het hier over gaat. We hebben het over de vier gebaren, maar je kan ook zeggen, het gaat over thuiskomen. Hans gebruikt ook heel veel de woorden tot jezelf komen. En dat is niet even lekker hier zijn, maar dat gaat echt over thuis zijn in je aard. En die aard is heel makkelijk aan ons zicht onttrokken, doordat we zoveel bezig zijn en sociaal zijn en naar buiten getrokken worden. Alles. Dus die stilte is nodig om dat proces van thuiskomen bij jezelf mogelijk te maken. Om niet zo voortdurend in de buitenrand van de psyche te zitten. Maar het leuke is, als je eenmaal daar thuis bent, en als je dus in die stilte, en dan bedoel ik dus niet de stilte van per se je mond houden, maar de stilte die altijd al aanwezig is, kan rusten, kan je ook alles weer doen. Dan kan je ook dansen en dan kan je lachen en grappen maken en gesprekken voeren. Maar dat doen we alleen wel binnen de practice van hier zijn, in leegte rusten. Hier heb je ook die schaal. Dus dit is het lotuselement en de buikkant, zou je kunnen zeggen, de warmtekant, de rijkdomkant van Padmasambhava, die frons in zijn kijk door dingen heen. Hier zie je dat ook. Eens kijken naar die ogen. En dan kan niks meer neerslaan eigenlijk op dat moment. Dat is echt naakt zien. Dat is helemaal open. Dwars door alles heen. Dat wordt hier ook gesymboliseerd. Dus het is ook een soort tracture blik. Een blik die zowel het trekje teweeg brengt als die staat vlak daarna. Hedewa. Thank you.
Ja, ik heb het gevoel dat de natuur is voor mij geen dood iets. Het is, in het boeddhisme wordt al gezegd dat alle elementen zijn ook boeddha-kwaliteiten. En het zijn dus in die zin, fluisteren ze je iets toe op een subtiel niveau. Ze voeden je, ze strelen je en ze geven wijsheid door. En ze tonen zich in een extatische vorm, allemaal op een subtiel niveau, niet op het grove waarnemingsniveau. Maar dat doen ze wel. En dat de elementen zijn hier zo puur, zo mogen zo hun eigen gang gaan, zo weinig verstoord door drukte en hebberigheid. Dat ik dus op die manier me hier in een soort gezegend veld voel door de natuur. Het is super mucho de liquide, de aqua. Claro, de ayer. Quanto dias normalmente? Sì. È speciale, eh? Sì. Bonito. Comer todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Stel je voor dat je op pad bent naar het huis of de tempel van zijn. Je kunt een loopbeweging maken om dat te suggereren aan jezelf. En je weet dat het huis van zijn, dat het jouw thuis is. Alles in jou weet dat al. En er is dus al een soort openen van je hart. En je komt dichter bij het huis van zijn. Je voelt de uitstraling daarvan. Als symbool van compassie geeft ze mij de aarde. Ze geeft mij een doorzichtige bol die van ruimte gemaakt, die de aarde voorstelt. Ik zie eigenlijk alles daarin. Dus zowel mijn persoonlijke tragiek, mijn geschiedenis als mijn heelheid zie ik hier verschijnen. En ik zie dat er is eigenlijk geen onderscheid. Het is allemaal. Het is het allemaal. Ik denk de reden voor mij om een retraite te houden en die te begeleiden. Kijk, iedereen zou een persoonlijke retraite kunnen doen. Ga maar naar Schiermonnikoog, zit daar 7 weken in een huisje, klaar. Heel goed, heel erg aan te bevelen. Maar het bijzondere van dat in deze context te doen, met die aanwijzingen en met deze leraren om je heen, is dat je veel preciezer om kunt gaan met
wat je tegenkomt als je probeert los te laten. Want je kunt wel willen loslaten en indalen, maar je gewoontesysteem, je psyche zoals ik dat dan noem, die heeft van zichzelf een wat schrikachtig, angstig karakter. En die wil eigenlijk niet dat jij loslaat. Die wil zijn alertheid niet loslaten. En die is ook bang dat als je loslaat, dat je dan alsnog ten prooi wordt van de demonen die hij zelf verzint. Dus dat loslaten, dat klinkt wel zo lekker en eenvoudig, maar dat is het vaak helemaal niet. En dus als iemand zegt, ik kom er niet in, dat betekent dat hij zich meer vasthoudt aan zijn gewoon systeem als dat hij wil. Nou, dan krijgt hij van ons aanwijzing hoe hij dat kan loslaten, hoe hij met die aanwijzing kan omgaan. En dat is meestal zeer behulpzaam. En dat is ook waarvoor we er zitten, als leiding. En ik denk dat wat je ervaart, die leegte en dat... geen verbinding. Dat zal waarschijnlijk een repetitie zijn, een herhaling van een oud verleden jeugd ervaring van geen verbinding. En waarschijnlijk voelde je voor het eerst echt thuis of echt op je gemak in die verlichtingservaring. En was dat iets van, daar kan ik echt zijn en in de mensenwereld kan ik niet echt zijn. Iets in die geest. En dat is allemaal heel begrijpelijk, alleen... als je die op die manier gaat koesteren, dan onttrekt jou dat op datzelfde moment aan alle verbindingen, alle warmte, alle leegte, alle compassie die hier aanwezig is. En ook in je eigen geest aanwezig is. En dat moet je niet laten gebeuren. Ik begrijp dat deel. Ja, het is heel dubbel, want dit is ook een deel van die ervaring. Maar ik was er ook echt direct daarna scheidsbenauwd voor. Dus ik heb de deur echt heel hard dicht gegooid en heb een manier bedacht om verder te gaan. Ja, weet je wat het punt is? Jij denkt dat verlichtingservaring... En dat voor jou is verlichting als het ware hetzelfde als verlossing. En dus hoop je erop en je vreest het, want als je eraan overgeeft, dan ben je jezelf kwijt. En wat in beide niet aanwezig is, is dat het allemaal altijd jouw geest is. Dus de verlichte aard is jouw geest. Degene die verward is en de psyche is jouw geest. En de toewending van de psyche naar verlichting is jouw geest. En niets daarin heeft te maken met een soort jezelf, als het ware, laten overweldigen door wat dan ook. Het pad is, daarom zeg ik vanochtend, opdracht 1, 2, 3 tot en met 10. Het opdracht is om heel intelligent gedisciplineerd met jezelf te werken, zodat alle aspecten van jou intact blijven en dat jij aan het stuur blijft in het hele proces. Het is niet de bedoeling dat je door wat dan ook laat overweldigen. Jij bent de baas. Verlichting is ook niet overweldigd zijn. Dat is een kinderlijk idee over dat iets jou overneemt en dan is jouw verantwoordelijkheid is opgehouden. En daarom, juist omdat je die gedachte hebt dat het jou overweldigt, word je er ook bang voor. Want waarom zou je overweldigd willen worden? Het is totaal niet de bedoeling dat we hier overweldigd raken. Maar de bedoeling is dat je gaat zien dat elk aspect van jou al verlicht is. Als je het goed ziet. En dat betekent ook dat stuurmanschap verlicht is. En daar moet je op mikken. Dat is degene die het pad loopt. Wat mij heel erg getroffen heeft, is dat jij vanochtend compassie leefde voor ons. Het raakt me nu weer. En op welk moment? Of was het de hele ochtend? Of toen Johan zijn geworstel inbracht. Ja. Heel erg bedankt daarvoor. Dat vind ik zo mooi. Dank je. Ja. Want je liet het gewoon zien. Ja. Het is voor Johan een avontuur om het in te brengen, maar voor mij is dat ook niet makkelijk om het zo maar te zeggen. Het is makkelijker om mee te gaan in een verwachting die de psyche schept dan daar dwars op te staan. Ik vind het echt zo knap hoe je op alle vragen en opmerkingen, je vliegt een beetje door de hele bibliotheek van het boeddhisme heen om er alles bij te halen wat precies bij die persoon en vraag past. Ik vind dat echt ongekend. Ja, dankjewel. Ja. Je hebt het goed gezien. Ja.
ook, dat is natuurlijk voor jou en jullie, maar ook voor alle mensen in de zaal. Want het is ook iets wat ik voel dat echt heel gemeenschappelijk is. Dus het is groter dan alleen van mij of van jou, maar het is echt wat we met z'n allen doen. Dus ook in die zin, ja, ben ik heel erg dankbaar, blij dat ik hier met jullie ben en zit. Ja, echt fijn. Dat is verwarmend. Dankjewel. Pero que vamos a...